jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog en unboxing video in één. Want ik heb namelijk een pakket besteld bij Livosa. En ik ga jullie natuurlijk laten zien hoe ik het uitpak. En dan ga ik ook laten zien wat ik heb gekocht. Dus dan is het een unboxing en shoplog in één. En ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video gaan vinden. En oh, ik ben zo blij dat ik het pakket nu binnen heb gekregen. Ik had het gisteren besteld. En ja, ik heb eigenlijk de hele dag op de postbode, op de bezorger gewacht. Dat was echt niet normaal, want ik rende steeds, als ik een geluid hoorde, rende ik steeds naar het raam om te kijken of hij er al was. Dat is me echt iets van 10 keer gebeurd dat ik naar het raam toe rende en er was gewoon niemand. Of dan was er de brievenbezorger, gewoon de postbode. Ik wilde zeggen, ik ben heel benieuwd wat hierin zit, maar ik weet natuurlijk wel wat erin zit. Maar hoe dat er allemaal uitziet in het echt en zo. Oh, jongens, je moet me echt geen pakket laten bestellen, want dan word ik helemaal gek. Ja, laat ik hem maar even op mijn schoot nemen. Ik heb hier mijn schaar. En dan ga ik hem openmaken. Zo. Deze kant ook nog. Hij is open. Hij is open. En er zitten eerst foldertjes in van Livosa zelf. Oh jongens, ik zie het allemaal al. Oh, wat leuk hier. Oh ja, ik zie eerst nog boekjes. Oh, er staan ook al leuke dingen in. Welk merk is dit? Oh, van BR. Oké. En ook deze is van Harry's Horrors. Oh, er staan ook leuke dingen in. Oh, ik kan echt niet wachten tot de zomercollecties en zo. Maar waar moet ik beginnen? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk met dit. Ik heb namelijk een liksteen gekocht voor Noora. Dit is zo'n Himalaya steen volgens mij. Hier is trouwens de bon. Ik kan wel kijken hoe duur die was. Ja, zo'n Himalaya liksteen. En die was €3,95. Dus €4. En die heb ik voor Noora gekocht omdat het winter is. En meestal drinken paarden in de winter wat minder. Dus door het zout gaan ze wat meer drinken. Als het goed is, hoop ik maar. En ik ga kijken of Noora deze lekker vindt. En wat ik nog wilde vertellen is, ik heb gisteren deze spullen dus besteld. En eigenlijk was de bedoeling dat ik vandaag een Valentijns video zou gaan opnemen. Want de dag dat ik dit opneem is 14 februari. Alleen ja, was het me niet gelukt om iets te verzinnen. En het pakket die kwam nou best wel laat. En het kwam allemaal niet goed uit. Dus het is me niet gelukt om een Valentijns video op te nemen. Echt zo jammer. Maar daarom heb ik een paar spulletjes gekocht als verwenderij voor Noora. Want ja, het is toch een beetje een Valentijns cadeautje dit. En ja, laat ik maar doorgaan naar de volgende. En dus deze ga ik... ja, ik weet niet of ik vanavond nog ga, want ik ben vanmorgen al gegaan. Ja, anders hang ik hem morgen op in haar stal. Die is wel echt zwaar. Dan het volgende is deze Little Lick It. Met wortelsmaak. Het is volgens mij een soort van lolly in een bakje. Ik heb het wel eens eerder gezien, maar nooit echt aan Noora gegeven. Ik kan hem wel openmaken. Je kan hem zelfs in een soort van speelgoedje doen en die in de stal van je paard ophangen. Maar ik wil het gewoon af en toe even als beloning doen. Oh, er komt iets uit. Het gaat niet mega lekker of zo. Er komen kleine stukjes uit. Dat is niet zo goed, denk ik. Dit is het dus. Een soort van lolly. Kan je paard gewoon lekker likken. Maar er kwam dus wat spul uit. Een beetje gek. Maar wat ik heb gehoord is dat dit niet alleen voor je paard is. Of ja, het is voor je paard. Maar mensen kunnen het ook likken. Je kan hier als mens ook een likje van nemen. En ja, ik ga dit nu echt doen. Alles voor de wetenschap. Eigenlijk wilde ik de appelsmaak, maar die was uitverkocht. Maar ja, ik hoop dat Noora dit lekker gaat vinden. En ik zelf ook. Ja, zal ik het doen? Ik proef niks. Ja, ik proef niet echt iets. Het is alleen als je echt het aanraakt, dan proef je wel iets zoets. Maar het heeft niet echt een smaak. Ja, wacht, ik doe het nog één keer. Ik vind het zo grappig. Ik zit gewoon aan zo'n paardensnoepje te likken. Nee. Ja. Nou ja, ik hoop dat Noora dit wel lekker gaat vinden. Het is niet vies in ieder geval. En ja, hebben we dat ook weer uitgeprobeerd. Maar ik heb dus zo'n Licket en hij was, even kijken, volgens mij ook €3,95. Dus die heb ik ook gekocht. Zo. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Dit heb ik ook gekocht. En dit is een... Ja, je ziet het nog niet zo goed. Ik zal hem maar even uithalen. Oh, hij geeft een beetje afzien. Dat is niet zo handig zo op mijn bed. Tada! Dit is een soort van poetsblok. Even kijken, hoe heet die? Groomerblok. XXL. Waarom heb ik een XXL gekocht? Ik weet het ook niet, jongens. Dit is echt XXL. Ik wist niet dat ik een XXL had gekocht. Oh, nou, ja... Handig. Deze was ook €3,95.
dus ook 4 euro. En hiermee kan je paard poetsen. En ik zit trouwens te twijfelen of ik hier een proefwijze video over wil maken. Maar eigenlijk kennen best veel mensen dit. En dit werkt gewoon goed, dat weet ik al. Dus weet ik niet of ik dit nog echt wel ga uittesten. Hiermee kan je bijvoorbeeld heel makkelijk haren van je paard afhalen. Dit helpt gewoon heel goed tijdens de rui. Dus dat is ideaal, want het begint steeds weer wat warmer te worden. Het wordt langer licht. En Noora die begint al een beetje bij haar borst te verharen. Nou ja, verharen niet echt, maar er komt gewoon een beetje haren. Het is niet echt dat ze al van vacht gaat wisselen. Ik wilde deze gewoon hebben, want die had ik gewoon nog niet. En ja, en dit voelt zo raar. Ik weet dat je dit kan indrukken. Nee, oh, toch niet. Huh? Ik dacht dat je dit zo heel makkelijk kon indrukken, maar blijkbaar niet. Nou ja, deze heb ik dus ook gekocht. En deze is van Harry's Horse. En is dus blijkbaar een XXL. Dat weet ik nu ook. Ja, ik had gewoon veel beter kleinere kunnen kopen. Maar ik wist niet dat ze die ook hadden. Tenminste, ik dacht gewoon dat dit een kleine was. Dan het volgende is dit. En dit zijn sokken. En ik vond deze echt zo grappig. Want deze hebben allemaal zilveren sterretjes. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. En deze was, even kijken, 6,95. En ik heb gewoon maat 38 tot 42, want ik heb zelf 38. En in de was kunnen ze altijd een beetje krimpen. Uit ervaring weet ik dat. Oh, ik vind deze echt zo leuk. Ik ben echt dol op grappige sokken en zo. Ik heb nu ook hele mooie sokken aan. Ik ben helemaal in het zwart, maar mijn sokken moeten altijd een leuk kleurtje hebben. En deze vind ik ook gewoon heel grappig. En ja, ze zijn ook donkerblauw. En ja, misschien weet u het al. Ik ben echt dol op paardenspullen in het blauw. En vooral donkerblauw. En mijn volgende item is ook donkerblauw. En daar schaam ik me een beetje voor. En ik zal zo meteen vertellen waarom. Of ja, ik schaam me niet voor. Maar ja, het is een beetje voorspelbaar voor mij. Maar hier ben ik zeker blij mee. Ik ga ze misschien even uit de verpakking halen. Oh, deze zijn zo leuk. Huh, komen die wel helemaal zo? Oh, jawel. Die komen wel helemaal als paardrijssokken. Gelukkig. Nou, hier ben ik super blij mee. En het volgende is heel leuk, maar heel voorspelbaar van mij. Want het is een dekje. En ik hou het nog even spannend hoe die er precies uitziet. Ik ben ook eigenlijk heel benieuwd hoe die er echt uitziet. Ik zie het nou nog niet zo heel goed. Ik heb tot nu toe eigenlijk 3 dekjes die ik echt gebruik. En 2 daarvan zijn blauw. Eentje is wat lichter blauw, de ander is donkerblauw. En dit is dus ook een donkerblauw dekje. En ik zit eigenlijk van, ja, had ik misschien niet een ander kleurtje moeten uitkiezen of zo. Maar als ik dadelijk een gek kleurtje of zo uitkies, of een kleurtje die ik minder leuk vind dan blauw, dan ben ik bang dat ik die niet echt ga gebruiken. Want ik heb al een oranje dekje, die gebruik ik al heel veel minder dan mijn andere 2 blauwe. Ja, ik vond deze gewoon heel fancy uitzien in een ander merk. Maar ik heb nu een goedkopere gevonden, die een beetje hetzelfde eruit ziet. Oeh, hier is hij. Dit is hem. Ik zal hem even uit het plastic halen. Oh ja, ik wil nog even zeggen dat deze sokken zijn van Imperial Riding. Dan weten jullie dat ook. Dan even verder met mijn dekje. Ik ga hem even openmaken. Als me dat lukt. Waar is mijn schaar? Oh jongens, ik ben zo dol op shoppen. Maar als ik dan op mijn bankrekening kijk en ik zie hoeveel geld er van af is gegaan, dan ben ik niet zo blij. Maar als mijn pakketje er dan is, ben ik wel weer heel blij. Dit is hem. En zoals je ziet, hij is donkerblauw, zoals ik echt al een paar keer heb gezegd. En deze is van Pagoni. Ik weet niet of je het zo uitspreekt. Kijk, Pagoni Concours 2 zadeldek. En ik heb veelzijdigheid, maat full. En ja, Noora heeft full nodig, want dat past beter onder haar zadel. En dit is hem. En eigenlijk wilde ik een andere hebben, maar die is echt dubbele. En die zal hier anders even in beeld komen. Die is van Shockmore of zo. Zo heet dat merk, denk ik. Want die vind ik er gewoon echt heel professioneel uitzien en zo. Maar ik vind het een beetje zonde om zoveel te betalen voor een dekje. En deze was, even kijken, 30 euro. Ja, 29,95, dus 30 euro. En die andere was 60 euro. Dus ja, vind ik gewoon veel geld. En dan geef je in één keer zoveel geld uit. Ja, hou ik gewoon niet van. Ja, ik ben er toch wel blij mee. Maar ik ga hem denk ik eerst maar een keer onder het zadel leggen bij Noora. Kijken hoe die dan valt. Maar ik vind hem wel echt heel mooi. Gewoon met dat witte en vooral rode randje. Vind ik gewoon hem heel cool. Maar ik zit toch van, ja, ik heb eigenlijk al een donkerblauw dekje. Die heeft dan een randje met een beetje zilver. Dus hij lijkt er een beetje op, maar ook weer niet. Maar die was ook alweer van BR. En deze is dan van Pagoni. En misschien had ik hier ooit nog een bijpassend oornetje gekocht. Maar oornetjes gebruik ik eigenlijk niet zo vaak. Nou, dat was eigenlijk mijn laatste item. Ik kan nog wel even snel doornemen wat ik allemaal heb gekocht. Mijn dekje, mijn sokken, zo'n groomerblok, zo'n Himalaya steen, die is zwaar. En zo'n Likkert steen waar ik zelf ook al aan heb gelikt.
dit is eigenlijk een beetje hoe ik Valentijnsdag heb gevierd. Gewoon ja, leuke spulletjes uitpakken en zo die ik heb gekocht. Het is toch wel een hele leuke bezigheid. En wat ik me afvraag is hoe jullie Valentijnsdag hebben gevierd. Laat het zeker onder achter in de reacties. En dan hoop ik dat jullie dit een hele leuke video vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen als je dat ook vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En dan tot de volgende keer. Doei doei!